Ja, ik weet niet of u het kon verstaan, maar Yvonne zei, ik loop even goed uit, want ik moet morgen weer. Het is niet geloof, hè, Charles? Oh, dit is zo fantastisch. Ik heb er nog helemaal geen woorden voor, hoor. Ik ben er helemaal van onder indruk. Dit kon helemaal niet. Nee, ik had hier ook niet op gerekend. Kijk, als je terugrekent naar die 3 kilometers, de basissnelheid, die had ze, dat liet ze daar zien. Maar dat ze die tweede volle ronde, er zo overheen kletste. Met een 31-2 en dan een 32-3 op het end. Kijk, daar slaat ze het hele spul. Dat ze dat in één keer op kan brengen en zo door durft te gaan. Dat is fantastisch. Ik denk ook dat de invloed even was van Kleeman, die eerste ronde met haar meeging. En dat ze daar duidelijk los van wilde. Maar wat is dit mooi, man. Wat is dit prachtig. Je verslaat hier de hele wereld. Dat is wat. Is ze nu al bezig met de wedstrijd van morgen? En morgen weer, hè? Ja. Er zit duidelijk een opdracht in. Moet weer wat gebeuren. Opdracht van jou? Nee, dat is onzin. Die stelt ze zichzelf. Daar heeft ze geen coach voor nodig? Daar heeft zij geen coach voor nodig. Ze lijkt zo cool hier. Ja. Maar dat is schijn. Dat is inderdaad ook deels schijn. Dat legt ze zich op dit moment. En ze vlucht er ook in. Ze vlucht erin om even weer nu op zichzelf te zijn. Om even los te zijn van alles en al die anderen eromheen. Om even voor zichzelf nu in de zaak op een rij te zetten. Daar heeft ze geen andere mee nodig. Voor de wedstrijd zei je, dit is niet haar sterkste afstand. Ik zeg niks meer. Ik denk dat ik er ook niks van begrijp. Maar daar waar het niet haar sterkste afstand is, dat was het tot op dit moment niet. Zeker niet in het internationale veld. 1,59 van Kania, 1,59-30 ten opzichte van een 2,04, ook onder ideale omstandigheden. Ik weet wel, die 1,59-30 was op alle maten gereden. Maar Dit is ze is inderdaad, en dat bewijst nu echt op dit moment, helemaal de sterkste. Als je een 3 kilometer en een 5 kilometer kan winnen, dan ben je echt de sterkste. Toen we naar die race van Yvonne zouden te kijken, zei ik heb hartkloppingen. Nou, ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, de betrokkenheid is zo groot dat je toch nerveus wordt. Zullen dat, we nog een keer naar die rit gaan kijken? Ja, graag. Een beetje afstand genomen inmiddels. Graag. Rit van Yvonne tegen Gunda Kleeman. Ook dit aan. We weten dat haar eigen nationale record op 2:04.52 staat. En als ze zich dus met de echte top wil meten hier, dan moet daar een heleboel van af. Dat zou een ongelofelijke prestatie van de Haarlemse zijn. Volle concentratie. En goed gestart. Ik ben benieuwd. Zet hem op, Yvonne. Gouden plak op de 3 kilometer was niet echt voorzien. Het zou op de 5000 misschien moeten gebeuren. En op de 1500 meter waren van tevoren toch ook niet direct een heleboel mensen die zeiden, daar gaat hij van een medaille halen. Maar na die geweldige 3000 meter is men daar natuurlijk wat anders over gaan denken. Ik ben bijzonder benieuwd. Kleeman leidt, zij het met uiterst geringe voorsprong. En de opening 26-7 om 26-8. 87 om precies te zijn. Voor Yvonne, 16e, zit ze daarmee achter op Kania. Maar het is zeer vergelijkbaar met de opening van Erik. Dat scheelt maar 700ste van een seconde in het nadeel van Van Gent. En vol afzetten. Dat is dus goed. Prima. En daar problemen voor Kleeman, die een hele royale binnenkomt. Als zij in die bocht het been eronder door kan strekken, dat is zo knap, zo mooi. Daar maakt ze zoveel winst. En daar is Yvonne, 57.13. Ja, er zitten nog grote mogelijkheden in. En nu, kijk uit bij die kruising daar. Goed gedaan, meteen achterlangsteken. Dat is goed opgelost. Het dreigde even een klein probleempje te komen, maar het werd meteen doorzien door deze geroutineerde schaatsrijster. Prima gedaan, en nu met die winnaar voorsprong nemend op de Oost-Duitse. En dan gaan we weer kijken naar de tussentijd zometeen. En gaan we vergelijken met die van de op de tweede plaats staande Andrea Eri. Die heeft 1:28.80 gescoord bij de ingang van de laatste ronde. 1:28.80. En kijk eens even hier. 1:28.39. Dat is sneller dan
Erig en ook sneller dan Kania. En nu die laatste ronde. Nu die laatste ronde. Yvonne knal door. Het zou een geweldige sensatie zijn als Yvonne nu weer naar de eerste positie op een afstand gaat rijden. Jongens, jongens, jongens. Wat gaan we beleven hier met onze vedette, onze enige vedette. Ja, en daar komt een heel end hoor, ze komt een heel end. Kijk eens even, de tijd 2.00.82 voor Kania. En jawel, 2.00.68. Dat is normaal gesproken de tweede gouden plak voor Van Gennep. We zullen nog eventjes moeten wachten, er komen er nog een paar. Maar normaal gesproken is dit een tijd, het nieuwe Nederlandse record. 2.00.68, waar niemand meer aan kan komen normaal gesproken. En kijk eens hoe blij die kleine volkweker uit Lisse is met de prestatie van Van Gennep. Maar wat zal er ook een blijheid in Heerenveen ontstaan zijn op dit moment bij Jaard Kloosterboer. Want hij mag toch ook wel een beetje betrokken worden in de hulde die hier in beeld verschijnt. Fantastisch optreden van Yvonne van Gennep. En natuurlijk is het feest daar op de tribune waar de Nederlanders staan. En ze schudt haar hoofd, ze kan het zelf bijna niet geloven. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Een ongekende prestatie van Yvonne van Gennep. Die ineens alle mogelijkheden heeft om wat mij betreft uit te groeien tot de vedette van deze Olympische Spelen op het schaatsonderdeel. Ze is, met twee gouden plakken. Ze is de vedette van het toernooi. We weten het nog niet helemaal. Hoef je helemaal niet meer. Wat een schitterend optreden van Yvonne uit Haarlem. Formidabel. Ja, Tjaartje zegt, het is niet alleen zo dat ze kan uitgroeien tot de vedette, ze is het ze is al. Het al. Bedoel, ze is al helemaal een vedette. Ik bedoel, als je twee afstanden wint, dan ben je voor mij vedette. Nee, dit was trouwens een herhaling hoor, je zat weer helemaal. Ja, dat is goed. Ik zal nou inderdaad proberen dat weer in alle rust wat te bekijken. Ja. Er was één moment in die race dat je zei, oei, oei, nou wordt het moeilijk. Voorlaatste bocht. Jawel, jawel, jawel. Ik heb het je zien zeggen. Heb ik het echt gezegd? Ja, je hebt het echt gezegd. Nou, inderdaad, dat doorknokken, die laatste bocht door. Dan zit je, ik denk niet voor haar moeilijk, maar tegen die tijd. Ik bedoel, het zit er net tegenaan van wel winnen, niet winnen, net erboven, net eronder, dat... Daar zat het eventjes heel moeilijk. Want dat zie je ook echt wel. Want Kania rijdt de laatste ronde, rijdt hij sneller dan Yvonne. 32. Die zit op 32-0, op ja. 32-3. Dat heeft er net aan. Ja. Maar nogmaals, dit kan niet meer kapot. We gaan nog een keer kijken naar die race. En nu moet jij hem gaan analyseren, per ronde. Jawel. Per ronde. Op dit moment denk jij, brons zit erin. Zeker weten. Ja, vooral gezien ook Hashimoto in het gewoon de voorgaande rit. Weg. Dat is heel goed. Nou, dit is knokken. Nou, vecht ze goed door. Dat eerste stuk is door. Nu gaat ze redelijk glijden. De bocht... is echt knokken. En nou blijft ze dit stuk, blijft ze net even te lang wat kort rijden. Ik denk niet dat ze voor zichzelf hier het gevoel heeft dat ze lekker in haar slag zit. En dat komt nu wel. Nu komt er een goed glijmoment. En nu blijft die knie lang gebogen en komt er pas heel laat die kniestrekking in. En dan zie je gewoon dat... op het moment dat het been zo direct naar voren gaat, dat het hele lijf meegaat. Knie, heup, enkel, die hele lijn die drukt in één keer naar voren. Als ze dat kan, waarbij ze die knie inderdaad goed gebogen houdt, dan zit ze lekker in haar slag, dan glijdt ze goed. Dit is ook heel goed. Ja. Kijk, dan heb je je kopje erbij. Hè? Je ziet hoe die bocht gaat lopen, je ziet dat die tegenstander trager is. En in één keer, je hebt nog ruimte, direct ogenblikkelijk, niet forceren op die kruising, maar direct erachter langs weg. En dan heb je je kopje goed bij. En dit is ook in feite de ronde dan, waarin ze de winst maakt ten opzichte van de andere twee. Ja. Dit is heel goed. Dit is echt heel goed, dus heel dynamisch. En dan zie je ook het... wat heel veel anderen in de bochten niet hebben, dat Yvonne
verschrikkelijk goed onderdoor kan blijven strekken. Precies goed de kracht richt. Ten opzichte van een heleboel anderen. Ja, bij Kania zagen we dat het verschrikkelijk is. Dit gaat nog even snel. Of dat gaat ging bij Kania snel. En dan zit zij even te duwen en te zoeken naar het goed ingaan van die bocht. En dan is het even moeilijk. Hier weer. En nu knokt ze nog weer terug. Kijk, nu knokt ze nog weer weg. En dat was gisteren op die 3 kilometer nog weer heel anders. Gisteren, dat is ook alweer 3 dagen geleden. Mooi, hè? Ja, en ze weet het niet. Ze weet het niet? Ze weet het gewoon niet. Ze gelooft het ook niet. En ze moet kijken. Kijk de kabouter. Ja, jongen. Egbert ook hartstikke gefeliciteerd, want dit is schitterend om bij te wezen. Dat is een mooie felicitatie ook. Fantastisch. Jij ook gefeliciteerd, natuurlijk. Dank je, Tom. En nog een keer, hè? Precies in dezelfde houding. Kania moest en zou winnen. En dat redt ze niet. Die heeft echt verloren. Kania kwam in ieder geval voor 2 keer goud. 1000 en 1500 meter, die waren in principe op het lijf van Kania geschreven. En dat is mislukt. En dat is een gigantische streep door de rekening van Loos Duitsers. Laten we niet de fantastische overwinning van... ik vond het niet, Kania heeft ook fantastisch gereden. Ik bedoel, ja, die heeft ook... dat is... Tuurlijk, dat ontken ik zeker niet. Maar ik denk dat sinds de 3 kilometer inderdaad... En de echte scherpte bij Kania eraf is. Het werd nog even spannend, hè? Hoe heet ze? Bonnie Blair. Ja, je weet gewoon dat hij vreselijk snel kan vertrekken. 36-3. Dan een rondje 30,5. Maar dan zie je al, het rondje van 30,5... Ja. Is al langzamer dan de eerste ronde van Yvonne. En dan weet je dus dat daar waar je die snelheid 1 keer niet hebt... dat je die snelheid in de race op dat moment ook niet meer krijgt. Ja. Daar loopt in feite de snelheid al terug. Waar inderdaad die eerste ronde zij nog door kan gaan... en eigenlijk door kan versnellen... Lukt dat absoluut bij haar niet meer. Hm. Ik vraag je of je even... Charles, mag ik je vraag stellen? Ja, Mart die wil je een vraag stellen vanuit Calgary. Dus doe even dit oordopje en dan kun je hem ook verstaan. Hij komt eraan, Mart. Hallo, Mart. Charles, gefeliciteerd. Dankjewel. Er cirkelt hier een gerucht door de Olympic Oval... dat de Oost-Duitsers jou voor volgend jaar als coach zullen gebruiken. En dan moet naar Nederland. Kan je dat ontzenuwen of bevestigen? Nee, want zo'n gerucht, dat moet je even in ere houden. Dat is te mooi om te bewaren. En Henk Spaan staat hier in de hoek, staat dus te kijken... en heeft straks uitgeroepen... Oh jee. Rijkertjaard! Wat zei jij? Dat heb ik niet gehoord. Was het geen Armetjaard? Heb je het wel goed verstaan? Rijkertjaard. Oh, kijk. Maar... Alle gekheid op een stokje, maar ook van deze kant... van de commentaarpositie van Heinz en van mijn kant natuurlijk... complimenten voor je werk. Dank je. Dank je wel. Mooi, hè? Mooi, zo ben je er niet bij, maar hoor je er toch een beetje bij. Dat is toch wel leuk. Dat zijn mooie woorden, Chart. Ik stel voor dat we gaan poseren totdat de volgende rit gaat. Het gaat niet meer missen. Nee, dat gaat echt niet meer mis. Zeker niet. Toch nog één ding. De 5 kilometer. Die moet ze ook kunnen hebben. Als we dit gezien hebben. Ze is in absolute topvorm. Dat is haar afstand. Ze kan zich nu eigenlijk niet opnieuw verschuilen zoals ze dat al gedaan heeft voor deze 1500 meter. Nou, het is gewoon weer een zaak van... je ziet gewoon hoe geconcentreerd ze hier weer naartoe gewerkt heeft. Dat zie je in de race. Dat zie je aan de smoeltje op het moment dat ze aan de start staat. Als zij inderdaad die concentratie naar morgen...